Alles wat je moet weten over de Opel Crossland Edition 2020 zie je in deze video. Kijk je mee? Hallo, mijn naam is Hendrik Liewens en ik ben verkoopadviseur in ons familiebedrijf Opel Dealer Liewens & Roden. Nou, op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video. Met uitleg over een Opel systeem of met uitleg en presentatie over een Opel model, zoals deze. Nou, bekijk je ons kanaal voor het eerst, van harte welkom, maar vergeet niet om abonnee te worden. Dit kost helemaal niks en zo krijg je als allereerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al vertelde, ga ik in deze video dus alles uitleggen over de Opel Crossland Edition 2020 uitvoering. Nou, de Opel Crossland X is natuurlijk in verschillende uitvoeringen leverbaar. Dan praat je over de Edition 2020 uitvoering, zoals deze. En daarnaast is hij ook nog in de Innovation en in de Ultimate uitvoering. Nou, en hier zien we hem dan, de Opel Crossland X Edition 2020 uitvoering. Hij is natuurlijk leefbaar in verschillende kleuren en met verschillende motoren. Als we naar de motoren gaan kijken, dan kun je dus met de basismotor kiezen. Die begint dus een 1.2 met 82 pk. En daarnaast is hij een 1.2 met 110 pk. Dat is ook de motor die eigenlijk het meest wordt verkocht. En hij is ook nog in een 130 pk. En je laatste, die 130 pk, die is ook nog voorzien eventueel van een automaat. Dus die 130 pk is handgeschakeld, maar ook met automaat leverbaar. Nou, de Opel Crossland X Edition 2020 uitvoering, die heeft een aantal hele leuke punten standaard. En dat is onder andere deze donkere 16-inch lichtmetalen velgen. Je kan ook nog verkiezen om deze, dit is heel donkergrijs, maar je kan ook nog verkiezen om deze nog in het zwart te krijgen. Dat is dan een meerprijs. Of nog een lichtere variant. Daarnaast is hij ook nog leverbaar met 17-inch lichtmetalen velgen. Nou, waar je de uitvoering ook natuurlijk altijd kan herkennen, is de badge die aan de zijkant zit. Geeft heel mooi aan 2020 met het Opel logo ernaast. En dit zit er standaard op. Tevens ook zijn er ook vloermatten met het 2020 logo die er ook standaard bij worden geleverd. Nou, als je kijkt naar het dak, dan is hij er standaard dus met een zwart dak en zwarte spiegelkappen. Je kan er ook voor kiezen om te zeggen van nou, ik vind het mooi dus in een moment in eenzelfde carrosseriekleur te krijgen. Dan in dit geval is dit is de kleur quartz gray. Dan zal die dan ook in de quartz gray qua dak uitvoering dan zijn. Maar de spiegelkappen die blijven dus altijd zwart. Nou, ook de chroomlijst die aan de zijkant zit er standaard op. Tevens hetzelfde als de dakreling. En dat geeft natuurlijk een heel mooi stoer uiterlijk. En ook zijn de achterramen ook altijd donker getint. Nou, zoals ik al zei, zijn natuurlijk ook verschillende carrosseriekleuren leverbaar. En de kleur die we hier zien is quartz gray, dat is een metallic kleur. Maar hij is ook nog in wit, of in rood, of in blauw, of in zwart. Dat zijn natuurlijk verschillende kleuren leverbaar. Nou, standaard beschikt de Opel Crossland X 2020 Edition beschikt standaard ook over LED-koplampen. En dat is natuurlijk prachtig. Daarnaast, dat het natuurlijk fantastisch mooi eruit ziet, heeft het ook veel meer lichtopbrengst. En ook deze zilveren bumperbeschermer zit er ook standaard op. En die is zowel aan de voorkant als aan de achterkant zichtbaar. Nou, zoals ik al zei, is de Crossland X natuurlijk ook in een andere uitvoering leverbaar. We hebben nog een andere video gemaakt over het exterieur van de Opel Crossland X. En die zal ik uiteraard die boven ook even linken, zodat je ook alle rust kunt bekijken. Nou, en hier zien we de standaard bekleding van de Opel Crossland X Edition 2020 uitvoering. Het is een stof en bekleding met de bestuurdersstoel ook in hoogte verstelbaar. Tegen een meerprijs kan je er ook voor kiezen om nog te gaan voor de lederen bekleding. En dan krijg je ook een ergonomische comfortstoelen. Nou, als we verder gaan kijken, dan zien we in het interieur van de Opel Crossland X, dan zien we hier aan de zijkant ook mooie witte accenten. En diezelfde accenten die lopen eigenlijk ook door hier via het display onder het navigatiesysteem en ook aan de zijkant van de andere kant. Als we verder gaan naar de bedieningen van de Opel Crossland X Edition 2020 uitvoering, ja, dat verschilt natuurlijk niet veel anders dan de andere modellen. Er zijn natuurlijk verschillende opties mogelijk. En dan moet je denken aan het navigatiesysteem. Dit is het navigatie 5.0 en telling systeem. Hier hebben we ook een aparte video van gemaakt. Ik zal hem hierboven ook even linken, zodat je die ook in alle rust kunt bekijken. Wanneer je dit systeem bijbestelt, dan krijg je inderdaad ook Opel Connect. Dat zijn de twee knoppen die hierboven bevindt. Eén van de SOS voor de 112 alarmcentrale en de andere voor de ANWB. Voor eventueel als je met een lekke band staat of wellicht pech onderweg. Maar daar gaan we uiteraard niet van uit. Maar er zijn nog andere mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld kiezen ook voor een panoramadak of voor een safety pakket. Met nog extra andere verlichting en extra veiligheidssystemen. En ook is er het Edition 2020 pakket. En dat is ook besteld op deze auto. En daarvoor krijg je ook deze klimaatcontrole. Zodat je de temperaturen begraafnauwkeurig kunt instellen. En ook heeft de auto dan een achteruitrijcamera. En die bedien je dus als volgt. Als je hem achteruit zet, dan zie je hier heel mooi de camera. Nou, hier hebben we inderdaad ook een aparte video voor gemaakt. Ik zal hem hier ook even bovenin linken. Zodat je die ook in alle rust kunt bekijken om te zien hoe dit werkt. Nou, en tevens zit ook in het Edition 2020 Plus pakket zitten dan zilverkleurige dakrails, parkeersensoren voor en achter, mistlampen voor en ook de achterbank die is verschuifbaar.
Nou, maar ook nog een optie is, en het zit niet op deze auto, maar vind ik persoonlijk wel een hele fantastische optie. Dat is het winterpakket en dat is voorzien van stuurverwarming. Het knopje komt dan hier. Stoelverwarming, dat kun je dan daar bedienen. En hij heeft dan vooruitverwarming. Ideaal. Nou, je ziet er een erg complete uitrusting wat de Crossland X Edition 2020 model biedt. Ook met leuke kleuraccenten en leuk met het zwarte dak. En ook zijn er nog erg leuke opties leverbaar. Nou, dan koop je hiermee een duidelijk en heldere uitleg te geven over de Opel Crossland X Edition 2020 uitvoering. Nou, heb je een vraag, typ me heel gemakkelijk hieronderin of stuur maar een mail naar hendrik@liewesroden.nl. Nou, via deze weg wil ik je super bedanken voor het kijken van deze video. Mijn naam is Hendrik Liewes. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video. En uiteraard hoop ik dat we elkaar dan weer zien. Tot volgende week!